Yo gast van Almers.nl, mijn naam is Barend en welkom in de woonkamer. Dit is de eerste keer trouwens dat jullie hier zitten, maar ik heb wat achter me. Misschien had je het al gezien, waarschijnlijk niet. Ik heb een pakketje binnen. Dit is een ziek pakketje, want dit gaat alles veranderen. Let op mijn woorden. Ja, dit is een Black River Rams unboxing video. Waarschijnlijk hebben jullie die wel eens vaker gezien, maar dit is mijn versie ervan. Dus ik kan niet wachten, ik ga gelijk gewoon beginnen. Ik kan er heel veel over vertellen. Ik heb in ieder geval een hele leuke bestelling geplaatst. Jullie gaan zien wat erin zit. Zijn jullie klaar voor? Ik wel. Let's go! Alright, nou, het pakketje zelf is best wel groot, ook best wel zwaar. Dus het was even moeilijk om te beslissen waar we het doen. Vandaar dat ik hier dus een beetje awkward in de woonkamer zit. Maar ja, we gaan gewoon openmaken. Ik heb er zin in. We gaan zien wat er allemaal in zit. Dat was trouwens veel eerder binnen dan ik had verwacht. Ik had echt verwacht dat ik nog een stuk of twee weken moest wachten hiervoor. Maar nou, uiteindelijk dus niet. Super chill natuurlijk. De doos is open. Het eerste wat ik zie, hoe ik iets in elkaar zet. Ik ga nog niet vertellen wat, want dat zien we straks. Dan gaat de doos verder open. That's what she said. Ah, wauw, papier. Oké, hoe ga ik dit doen? Gewoon zo dus. Wow. Ja. Dit is deel nummer 1. Holy shit, echt gelijk alles wat ik zie komt er gewoon al bovenuit, wat? Oké, wacht even. Dit is deel 1. Want ik heb namelijk de playground table. Hier kan ik zo mooi op skaten. Zo. Dat voelt echt goed. Nice. Zoals je kan zien, dit is de eerste helft. Dan leg ik deze maar hier neer. En het eerste volgende wat ik zie is gewoon deze. Oké, nice. Hij is niet helemaal scherp, maar een nieuw compleet Burlingwood fingerboardje met Black River Rams trucks en super goede wielen als het goed is. Hij ziet er wel clean uit hoor. Ik ga deze even openmaken. Nee, weet je wat? Doen we zo. We gaan het zo doen. We gaan even close-up. En hier een heel zakje vol met allemaal standaard spullen. We gaan even kijken wat er allemaal in zit. Burlingwood sticker. Allemaal leuke stickertjes. Shop. Oh, en dit is de catalog. Met daarin nog meer losse stickers. Wat toffe stickers, ja. Weet je, cool, maar doen we helemaal niks mee. Ik heb hier nog wat anders. Dit is, zo te voelen, de rail. Ik ben echt super hyped voor. Ik heb nog nooit echt een goede rail gehad. Dus even kijken. Hij zit goed verpakt, dat in ieder geval. Oh, het zijn er zelfs twee. What? Oh ja, wacht, natuurlijk. Oké. Zo, aan de kant, wat zei. De Black River Rams rail. Dit is wel echt een super tof skate rail, though. Die is zeker nice. Met losse stukjes waar je dan dingen tegenaan kan zetten. En hier is een andere rail. As you can see, maar deze is een beetje gek. Maar waarom? Daar komen we nu op. Oh. Heb ik hier nog iets bijzonders. Dit is namelijk... Ook goed ingepakt, that's for sure. What? Holy shit, deze is groot, gek. Damn. Een ladder set. Gekke jumps. En deze rail. Deze hoort dus zo hierin. Fucking vet. Hier gaan we echt toffe trucjes op doen, that's for sure. Auw, dat was mijn duim. Oh. En dan de andere helft van de tafel. Super netjes. En eigenlijk is het dus een hele grote halfpipe. Alright. Ja, en dan nu nog de tafel zit erin. Nu zit er nog de tafel zit erin. En that's it. We moeten even kijken hoe dit werkt. Gelukkig hebben we daar een speciaal boekje voor gekregen. Dan gaan we die in elkaar zetten. En dan gaan we zo meteen nog even verder kijken met wat de fuck dit allemaal is. Alright, ik heb even alles super tof neergezet om even aan jullie te laten zien voor hoe het er nu bij ligt. En dan gaan we zo meteen alles in elkaar zetten. En dan ga ik natuurlijk nog eventjes een kleine compilatie geven. Maar hier gaan we. Zoals jullie al zagen, dit is de snare set. Ik vond hem super vet. Hij is best wel groot, dus ik heb wel goed ruimte om hier ook gewoon tricks op te maken. En wat lager dan ik had verwacht, maar dat is op zich niet erg. Want dan kan je kan er nu ook gewoon misschien tof een klein rampje bouwen om erop te gaan. Dan heb ik hier één van de kanten en een helm en alles wat eromheen zit te klompen.
Oké. Maar ook hier de eerste helft. We gaan hem straks helemaal in elkaar zetten. En dan hebben we hier de andere helft. En met daarop ook de rest van de spullen die ik heb gekregen. Zoals je kan zien, een heleboel stickers en het boekje natuurlijk. Wat allemaal wel gaaf is. En dan hier de rails en het nieuwe boordje. Het enige wat ik een beetje jammer vind hiervan. En ik vind hem serieus wel heel gaaf. Oh, trouwens, op de riptip zit ook nog een tof logootje. En de Black River Rams trucks zijn ook 33 mm in plaats van 32 op de Yellowwood. Wat ik ook wel super vet vind. Maar het enige wat ik een beetje jammer vind, hier zie je een plaatje van zeg maar hoe die geadverteerd staat. Ik had hem meer blauw verwacht dan, nou ja, wit-roze-achtig. Maar op zich vind ik het niet erg, want ik ga hem toch shredden en hoe die eruit ziet, dat gaat er toch weer vanaf. Door alle grinds en zo. De plies zijn, nou, niet heel... Kom joh. De plies zijn niet heel spectaculair. Wacht, ik zal hem even iets dichterbij houden. Maar ziet er ook wel gewoon tof uit. Vooral dat die onderste laag gewoon een beetje grijs-zwartig is. Dat maakt het wel tof als ik hem veel ga gebruiken. Dat je aan de zijkantjes zo'n beetje dat zwartige ziet. Dat vind ik wel vet. Maar wat wel chill is dat die gewoon al in elkaar zat. Dus dat scheelt mij weer een hele hoop kutwerk. Want het is best wel kloot om die dingetjes in elkaar te zetten. Maar hij voelt goed. Eerst even het volgende. Kan je het nog zien? Kijk wat er op papier. En we hebben nog steeds de andere kant van die tafel. Maar ja, we zijn voorlopig nog even bezig met het opruimen van dit. Ik zie jullie zo meteen terug. Ondertussen gaan we ook trouwens even eten. Want het is gewoon, ja, ik kom terug van werk. Het eerste wat ik wilde doen is natuurlijk dit opnemen en openmaken. En dan gaan we nu straks alles lekker in elkaar zetten op ons gemakkie. En dan ben ik terug als we klaar zijn. Alright, hallo. Hey, daar zijn we weer. Het is even 2 dagen later. En zoals je net kon zien, dit is het park. Het ziet er fucking vet uit. Ik ben er heel blij mee. Ik heb hem al goed uitgeprobeerd. Ik heb het boordje ook al goed uitgeprobeerd. En ik ga gewoon even stap bij stap langs van wat ik ervan vind. Hoe ik het eruit vind zien. En hoe het rijdt en dergelijke. Met natuurlijk een toffe truc om jullie te laten zien wat ik er al mee kan. Dus laten we gelijk beginnen met gewoon het grote deel. De tafel. Zoals je kan zien, zo ziet de tafel eruit. Hij is fucking chill. Hij is groot. Hij is gewoon fijn. Het rijdt ook lekker. Het rijdt goed. Hij is niet super zwaar, dus ik kan hem ook gewoon makkelijk van A naar B verplaatsen. Hij komt los van de onderkant en de onderkant ziet er trouwens ook gewoon goed uit. Natuurlijk, het is een hele grote halfpipe. Het ziet er clean uit. Het ziet er nice uit. En ja, hier komen wat trucjes. En dan de rail, ik ben daar ook echt super blij mee. Zoals je kan zien, hij ziet er gewoon super nice uit. Hij voelt gewoon goed, het is echt heel stevig. En ja, ik heb altijd al echt gewoon een goede rail willen hebben. En die heb ik nu, dus daar gaan we ook even wat toffe trucs van zien. En dan zijn we nu bij de staircase aangekomen. Die ga ik even jullie gewoon zo laten zien. Want ik moet gewoon even met mijn handen moet laten zien wat ik allemaal bedoel. Anders kom ik er echt niet uit. Staircase is super nice. Ben er echt blij mee. Je kan hem zo naar beneden doen. Je kan hem zo naar boven doen. Ik ben dan rechts. En met je middelvinger is het makkelijkst. Dus dan kan ik nu zo naar boven jumpen. Is de bedoeling niet helemaal. Dus ik kan ook met mijn wijsvinger naar beneden jumpen of grinden. Wat ik een beetje van baalde was zeg maar deze. Was te hoog, dus we hebben hier een stuk in moeten graven, zeg maar. En dit was te hoog, waardoor deze kant, zeg maar, hier uitkwam en deze helemaal scheef stonden. Dus dit hebben we even gefixt op deze manier. Ja, en verder ziet hij er gewoon super clean uit. Het is, hij skate heel chill. Dit stuk is ook echt heel stevig, waardoor het gewoon, ja, heel chill is om over te rijden. Ik ben over het algemeen echt wel heel erg blij met deze. Als je hem omdraait, kan ik natuurlijk van de andere kant zo... En dus dat is ook wel echt heel nice. Deze kan ik echt aanraden, want je kan heel veel verschillende dingen met deze ramp doen. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Laten we dan gelijk overgaan naar het volgende ding. Ik pak hem er even bij, deze. Hier heb ik wel zo mijn gemengde gevoelens over. Om, ja.
Ik bouw een beetje van deze. Ik ga jullie uitleggen waarom. Dit is een Berlin Wood Complete met Black River Rams trucks en Winkler wheels zonder tekst erop. De trucks en de wielen, niks over te zeggen. Ja, het is 34 mm in plaats van 32 mm. Maar het past echt perfect onder zo'n boordje. Ze zijn heel erg nice. Je kan heel makkelijk sturen, wat echt wel heel fijn is. Vooral om trucks te doen. Dus ik ben over die trucks en de wielen ben ik heel erg te spreken. Maar dan nu het boordje. Het boordje ben ik minder over te spreken. Ik vind hem best wel tof nog steeds. De graphic is super nice. En daar baal ik niet heel erg per se van. Je kan wel al zien, ik heb hem 2 dagen en de onderkant en de bovenkant begint nu al beschadigd te worden. Nu heb ik die Yellowwood, die heb ik al maanden en daar is nog geen beschadiging, niks. Dus dat vind ik een beetje balen en een beetje gek ook, een beetje ja, cheap. En dan nu het volgende. Zoals je kan zien, de kick bij mijn vinger, deze, dit, wacht, leg hem even neer, is makkelijker. Deze is hoger dan de andere kant, zoals je dat kan zien. En dat vind ik super kut. Dit zal vast een reden hebben. Je kan het nu ook zien. Het is niet gelijk. Sowieso, mijn OCD kan er niet zo goed tegen. Het is waarschijnlijk omdat je dan hier meer ruimte hebt om je vinger om een kant op te flikken voor makkelijke trucs. Ik ervaar dat juist als nog kutter. Want nou ja, in ieder geval, ik vind dat niet super chill. De grip tape zelf ook. Ja, je hebt het Black River logootje erin. Dat ziet er wel tof uit. Alleen hij is echt niet grip. Hij is best wel heel glad. En ja, ik kan mijn trucs gewoon niet landen op dit boordje. En daar baal ik gewoon wel van. Want ik vind hem voor de rest echt wel heel mooi. Ja, ik vind het boordje gewoon, de shape vind ik niet zo nice. Dat hij niet gelijk is. Ik ga hem nog wel even wat meer gebruiken. Want ik denk eraan om deze trucks onder mijn Yellowwood te zetten. Want dan heb ik gewoon wel even de perfecte setup. Maar ik ga voor nu, hou ik het nog heel even zo. Ga ik hem heel even nog meer uittesten. Want misschien is het gewoon een stukje gewenning. Check, oké. Ik ben aan het rijden zo, wap, ik doe een trucje en dan rij ik terug. Dan moet ik nu met mijn wijsvinger, moet ik zo een trucje gaan maken op een hele lage tweede kick. Maar dat gaat gewoon niet. Ja, ik ben gewoon niet helemaal te spreken over dit boordje, daar baal ik wel van. Maar voor de rest ben ik super blij met deze aankoop. Ik ga er heel veel van genieten. Ik zou bijna vragen van ja, wat moet ik de volgende keer gaan bestellen? Maar ja, money is wel een beetje een ding, want het kostte best wel veel geld. Ik heb hier €430 aan uitgegeven. En ik moet zeggen, de kwaliteit bevalt me heel erg goed. Behalve dan het boordje, maar dat is misschien gewoon meer persoonlijk dat ik het niet zo nice vind. Oh ja, de shipping was enorm snel. Ik heb het volgens mij 5 dagen binnengekregen en dat had ik echt niet verwacht. Dus dat is super chill. En het bouwen zelf was op zich ook best wel makkelijk. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Over het algemeen goede bestelling gehad. Ja, die trucjes die jullie zagen. Ik hoop dat het alleen maar beter gaat worden. Ik ga natuurlijk veel oefenen. Dus ja, ik ben op zich eigenlijk gewoon wel blij met wat ik heb gedaan. En ik hoop dat jullie deze video in ieder geval leuk vonden. Ik heb niet zoveel meer te zeggen. Net zoals altijd zeg ik gewoon like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!